Op vrijdag 12 juni vond in Lieshout de uitvaart plaats van de op 7 juni op 46-jarige leeftijd overleden Harold van den Broek. De medespelers van zijn voetbalteam hadden zich opgesteld in de Mariastraat Oranjeplein. In verband met wegwerkzaamheden werd de route op het laatste moment gewijzigd. Via het Knapersven vertrok de stoet langs Bavaria naar het crematorium. Harold van den Broek was meer dan 25 jaar een gewaardeerd werknemer in de bottelarij van Bavaria.